Of goedemiddag. Of een hele goede avond. Wat? We weten nog steeds niet wanneer je zit te kijken. Dat is Gert. Ja, Magic Shop TV. Oh ja, ja, zie je. Goedemorgen. Goedemiddag. Goedenavond. Want we weten nog steeds niet wanneer je zit te kijken. Hartelijk welkom bij Magic Shop TV. Deel 156. Hoi. En dat is Ron. Dit is verschrikkelijk. Gert, ja. Wat hebben we vandaag in Magic Shop TV? We hebben Toon Balloon. Dit is Toon. Dat is zij of hem. Oh ja. Toon, snap je? Ja. Oh ja. Nou, Toon, ja. Toon Balloon. Toon Balloon. Goed, Toon Balloon. Ja. We hebben Bounce No Bounce. Oh, oké. Okay. Ja? Ja. Een oudje, maar niet onderschatten. De Ring Flight van Mexica. Ja, die is mooi. En natuurlijk die Algorithm. Ja, we hebben het vorige keer hebben we het even over gehad. Nou, inderdaad. En de My Coloring Deck. Ja. Had je Ring Flight gezegd? Ja. Oké. Okay. Ja, ik was even met mijn ballon bezig. Hey, ik ga, want ik kan deze weer weg. Toon Balloon, ik denk best wel een heel grappig dingetje voor mensen die voor kinderen, denk ik, wat doen. Het is dus een ballon die met een of ander mechanisme, en dat moet je even oefenen, ik heb dat niet gedaan. Die kun je laten praten. Tada! Zie je dat? Met mijn vinger, hè? Tada! Oh, ja, nee, ik zeg het maar, want anders gaan we allemaal reacties. Ik zie je hand bewegen. Ja, dat klopt. Ik zie je mond bewegen. Ja, dat klopt. Ik ben geen buikspreker en ik ben ook geen... Ik doe dit niet. Nee, ik denk dat als je dit een beetje oefent, dat je echt wel een hele leuke truc hebt. Je kunt, als je dan klaar bent, kun je de ballon signeren. Dus dan pak jij je stift en dan signeer je en dan steel je alles weg. En dan kun je de ballon met het stokje, alles kun je uit handen geven. Ah. En dan is er uiteraard geen mond meer die beweegt. Hey, als je het krijgt, dan krijg je een aantal ballonnen erbij. Maar dit zijn gewoon normale ballonnen. Er zit zelfs een stift bij. Eigenlijk als je het pakketje krijgt, kun je het meteen openmaken. Meteen gaan oefenen en mee gaan spelen. Het is super makkelijk om te doen. Ja, ik denk als je voor kinderen of weet ik veel, heb je echt een fantastisch... Anders, het is absoluut weer wat anders. Dus Toon Balloon. Goed. Zal ik algoritme even? Ja, daar hebben we het een tijd geleden natuurlijk over gehad. Ja. En dat is natuurlijk superleuk. Ik heb daarvoor mijn mobiele telefoon meegenomen. Want we leven tegenwoordig in een wereld waarbij we veel doen met AI. 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 Oftewel Artificial Intelligence. Nou, ik heb een nieuwe app heb ik gevonden op de PlayStation, Play Store, niet op de PlayStation. En ja, het leek een beetje een soort calculator. Weet je wel? Dus ja. Maar er zitten allemaal cijfertjes in. Toen ben ik een beetje mee gaan rommelen. Ik heb altijd spelkaarten. En toen dacht ik, hè? Het lijkt wel of hij de kaart kan voorspellen. Nou, dat lijkt me echt een hele toffe tool. Ik wil het je heel graag laten zien. Dus, zo, dat bedenk ik de plekken. Wie gaat straks op zwarte, maakt niet zoveel uit. Hé, hey, ik heb een spelkaarten. En het zijn allemaal verschillende speelkaarten. Maar voor het geval dat je denkt, hey, er ligt een of andere volgorde in. Zou je voor mij even het spelkaarten willen schudden? Dat is bij deze gebeurd. Heel goed. En dan mag je voor mij eventjes vijf willekeurige kaarten uit het spel halen. 1, 2, 3. 4. 5. Nou, heel goed. De rest van het spel hebben we eigenlijk niet meer nodig. En voor de zekerheid zou je misschien ook nog eventjes die kaart even willen schudden. Dat je deze heb je ook geschud, hè? Ja. Ja, oké. Okay. Dat we zeker weten van, hey, er zit geen specifiek volgorde in of iets dergelijks. Nee. Super. Nou, dit is het mooie. Als we nou één kaart pakken, bijvoorbeeld deze. En die leg ik heel eventjes aan de kant. Ja. Ja, dan hou ik dus 4 kaarten over. Die weet jij niet, ik weet ze ook niet. Nee. Maar nu weten we ze wel. Dit zijn toevallig, dit is wel heel mooi. Dat is een 9. Ik hoop dat je het kan zien. Een harte 9, een klaver 10, een klaver vrouw en een ruiten vrouw. Ja. Ja? Nou, ik ga iets grappigs doen.
als we nou bijvoorbeeld deze kaartjes gaan invoeren in het systeem. Dus dit is dan een 9, hè? En het is een harte. Dus dan krijgen we dat die harte 9 geeft weer. Ik hoop dat je het kan zien. Geinig, hè? Ja. En bijvoorbeeld deze kunnen we ook invoeren. Dus dit is bijvoorbeeld een klavervrouw. Je mag het zelf ook doen. Ik kan het ook doen. Doe jij het maar. Ja, hè, dat je kan er iets makkelijker bij. Ja, daarom. Klavervrouw. En dan hebben we ook nog deze. Dit is bijvoorbeeld de klaver 10. Dus dan hebben we klaver 10. En tenslotte hebben we er nog eentje. Dat is dan de ruitervrouw. En als we die ook invoeren, ruitervrouw, dan geeft hij predict aan. Zie je dat staan? Ja. Nou, het mooie is, als ik nou predict klik, dan gaat hij dus zijn hele algoritme erop loslaten. Jij hebt zelf geschud, hè? Jij hebt de spelkaarten geschud. Jij hebt er zelf 5 kaarten uitgehaald. Ja. We hebben er niet eens bekeken. En hij zegt dus, nou, op basis van jouw schudmethode, op basis van deze 4 kaarten, zou dat de ruiter 2 moeten zijn. Dat lijkt me stug. Ja, het lijkt mij ook stug. Ja, maar het is wel zo. Het is wel zo. Deze is er toevallig gesigneerd. Ja, dat staat hier dan weer niet op. Dat had wel helemaal een bijzondere truc geweest. Maar jij hebt het geschud, hè? Ja. Dus even voor de duidelijkheid. Dus stel dat we nog eens een keer 4 willekeurige kaarten pakken. Ja. Gewoon eens even om te kijken. Dus als jij nou... stel we gaan blackjacken. We gaan blackjacken. Schud die 4 kaarten nog even voor de zekerheid. We gaan blackjacken. En als jij wel eens blackjack hebt gespeeld, dan weet je, jij krijgt 2 kaarten die liggen open. Ja. De bank krijgt 1 kaart die ligt dicht en 1 kaart ligt open. Ja. Nou, als we nou eens een blackjack situatie gaan spelen. Dus je legt 1 kaart leg je face down voor de bank, die is dicht. Ja. Dan leg je 1 kaart voor jezelf, die is face up. Mag je omhoog doen. En dan weer 1 kaart voor de bank, die krijgt ook een face up. Plaatje omhoog. Oh ja. Oeh, en 1 kaart voor jou face up. Want die weet jij. Ja. Kijk, nu kunnen we dit dus gaan in ons voordeel gaan toepassen op een casino. Dus stel je nu voor dat we bijvoorbeeld... Welke kaart voeren we eerst in? Nou, laten we met mijn staan wat beginnen. Klaver 8? Ja. Nou, oké, dan voeren we bijvoorbeeld klaver 8 in als de eerste. En dan bijvoorbeeld... En dan de ruitenkoning? De ruitenkoning. En dan bijvoorbeeld de ruitenkoning. Koning van ruiten. En dan dus die schoppenvrouw. Nou. Zo. En dan zegt hij dus op basis van deze kaarten, op basis van hoe jij geschud hebt, dan zou... He, dus als we nu predict klikken, dan zou het systeem dus moeten uitrekenen dat die kaart dus de harte 6 ligt. Ja. Nou, het zou wel heel mooi zijn. Draai hem even op voor de zekerheid. Als je... ja. Het is toch een mooi systeem eigenlijk, hè? Als je erover nadenkt. Hier, we kunnen het nog een keer doen. Stel je voor, we pakken nog eens een keer een willekeurig kaart. En stel je voor, even verder. Pak eens een kaart. Maar weet je wat, bekijk een kaart. Haal er even, doe maar 2. Haal er 2 uit. 2 uit. Niet die naast elkaar. Ja. Oké, okay, jij hebt geschud, hè? Ja. Oké, okay, jij hebt geschud. Draai die eens maar open. Welke, die? Nee, die. Ja. Oké, okay, welke gaan we eerst invoeren? Schoppen 2. Schoppen 2, dat is schoppen, waar ben je? 2. En dan hebben we ook nog de harte 7. Harte 7. Ja. En dan zegt hij, voorspel, en ik hoop dat je het kan zien, maar de voorspelling is dan... Schoppen koning. Ja. Het is toch een... Het is eigenlijk een ja, ik vind het een heel mooi stuk technologie, zeg maar. Hè? Ja. Dus lachen. Dus je kan nu ook op exit klikken en... Oh, ik weet niet of je het kan zien. Ja. Maar het is dezelfde kaart. Zie je dat? Nou, ja, schijnt het zo te zijn. Ik zal de toestel iets meer naar jou toe doen. Dus als je dan hierop klikt, dan geeft hij misschien de gewoon erop tikken. Tik. Kijk. Komt de ruiter koning? Nog een keer tik. Kijk. Klaver 8. Nog een keer tik. Nog een keer, nog een keer, nog een keer, red. Nog een keer, nog een keer, nog een keer, nog een keer, sneller, 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 sneller. Ging wel heel rap, maar dat maakt niet zo gek fluit. We eindigen nu met 3 kaarten, of tenminste, ik zie er nog 3, daar zit nog een 5, harte 7, klaar. Ja, ja. Het is een topper, want wie heeft er geschud? Ik. Ja, nee, dat we het wel even duidelijk hebben, en anders kunnen mensen terugkijken. Van, heeft hij geschud, heeft hij dekswitch gedaan? Nee. Nee, geen zins. Geen zins. En dit is die algoritme. Ik denk dat je hier een waanzinnig mooie app hebt. Ik doe hem heel graag. Ik doe hem heel veel. En hij heeft me tot nu toe niet 1 keer in de steek gelaten. Ik heb wel een aantal mensen aan de telefoon gehad. Die zeiden van, ja, maar hoe zit het nou? Hoe werkt het nou? Heb ik gewoon rustig uitgelegd hoe het werkte. Want het is een principe. En als je het principe snapt, werkt het. Geen deckswitch. Geen uitgebreide stacks. Je hoeft eigenlijk... Nou, je moet wel dingen onthouden. Ja. Maar je hoeft niet de hele situatie te onthouden of nou ja, wat dan ook. Je hebt wel een kleine voorbereiding nodig. Mini voorbereiding, maar het leuke is, als jij nu stelt dat ik deze truc opnieuw zou gaan doen bij een andere tafel, dan ben ik nu klaar. Ja, ik heb nu mijn reset gedaan. Het enige wat ik nu nog hoef te doen is de kaart in een doosje te stoppen op de juiste manier. En dan heb je je reset gedaan.
Dus de voorbereiding is eenmalig. De reset is razendsnel. En als jij wil, zou je dit dus ook met een geleend spel kunnen doen. Ja, maar dan moet je die kleine voorbereiding. Moet je die kleine voorbereiding wel die ietsjes uitgevoerd. Ja. Algorithm. €55. Instant download. Of in de winkel kun je hem gewoon, als je zegt, hey, vind ik leuk. In de winkel verkoop ik ze ook wel eens hier. En mij betreft de moeite waard. Ja. En ik ben geen app-goochelaar. Dat weten heel veel mensen. Ik hou niet van apps, maar dit is een fantastisch mooie app. Laten we doorgaan naar de volgende. Ja. Heb jij een ring bij je? Nee. Nee, dat dacht ik al. Je hebt nooit een ring om. Nee. Maar ik zie wel dat daar een ring ligt. Zou jij die van mij heel eventjes willen? Oké. Okay. Ja, het is een van de Tenjo-truc. Ja, ik herken hem. Ja. Dus dat is eigenlijk het idee. Hey, voor deze truc wil ik eigenlijk heel veel gaan staan. Want dat is makkelijker voor mij. Ik hoop dat het te zien is, want het is natuurlijk super klein. Ik ga een spelletje met je spelen. Ik ga een klein spelletje met je spelen. Stel je nu voor dat jij aan mij deze ring geleend hebt. Oh, dan ben ik wel even... Ik ga ietsje zitten weer. Ja. Anders kijken. Ah ja. Goed. Stel je voor dat jij deze ring geleend hebt aan mij. Ja. Nou, dan is het natuurlijk leuk dat jij wel iets als onderpand hebt. Ja? Nou, voordat ik dat doe, ik ga een spelletje spelen. Zit de ring in deze hand of in deze hand? Wat zou jij kiezen? Oh, wacht. Voordat ik ga spelen... Dat is de bedoeling dus. Onderpand. Zijn je hand heel veel willen houden? Zijn mijn sleutels voor het geval dat het fout gaat? Oh ja. Oké. Jij mag kiezen. Deze hand of deze hand? Die. Deze hand? Ja. Dat is niet helemaal goed. Nee. Maar misschien zou je zeggen dat het in mijn rechterhand zit. Ja. Toch? Ja. Ja, het is niet helemaal waar. Het zit namelijk in jouw rechterhand. Kijk. Kijk. Dan hebben we hier een bosje met sleutels. En aan het bosje met sleutels hangt... Deze kamer is het ook goed te zien, denk ik. Ja. De gekozen. Gekozen? De gekozen kaart. De gekozen kaart. Ja. De ring. Geinig, hè? Ja. Ja. De ringflight. Ja. Ja. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik dit wel een hele mooie ringflight vind. Ja. Ik ben niet onwijs ringflight goochelaar. Nee. En ik moet je ook eerlijk zeggen dat dit de eerste keer is dat ik deze truc doe. Maar... Wauw. Ja, wat is er beter dan een andere ring? Als ik dat vertel, dan leg ik het uit. Oh, oké. Okay. Oké, iedereen die geen goochelaar is, nu even weg. Misschien werkt dat. Oh, ja. Normaal gesproken... Zit er natuurlijk een gigantische riel aan. Zit er een gigantische riel aan? Ja. Nou, zie jij een gigantische riel? Nee. Sterker nog, de ring die hing aan dit... Ja. Aan dit kettingje. En de optische illusie is dat kettingje aan de... Aan die ring zit. Aan die ring zit. En dat lijkt, en het zijn dus gewoon, ja, je kan een sleutel aan hangen, maar het lijkt gewoon, ja, ik durf het bijna niet van heel close up te laten zien, maar het lijkt alsof die ketting aan die ring hangt. Ja. En dat is denk ik iets, en die ketting hangt niet aan die ring, want die, je krijgt iets, je krijgt namelijk de, wat jij ziet, behalve dit krijg je. Dus je krijgt die sleutel, je krijgt die ring en je krijgt dat kettingje. Ja. Dus deze ring heb ik zelf aangehangen. Dus dit is wat je krijgt. Maar het is... waanzinnig. Het kan niet. Nee. Als jij weet hoe het werkt, dan kan helemaal niet. Nee. Dat maakt het denk ik zo verschrikkelijk mooi. Ja. Dus ja, het is compact. Het is niet zo dat ik de ring eraf had kunnen halen? Ja, dat kan wel. Maar dan weet je, weet je misschien hoe het werkt. Ja, nee, kijk, die dus ketting hangt er niet echt aan. Nee, dus op het moment dat iemand... hij is niet gelokt of zo. Nee. Dus op het moment dat iemand dan die kettingen... Ja. Dus ik zou dat denk ik niet doen. Ik zou echt zeggen van... Nou, kijk eens, niet hoor. Maar... Nee, of je moet echt zeggen van nou, haal hem er zelf maar af. Dat je de ketting vasthoudt. Dat je het allemaal vasthoudt. Dan kun je kan dat. Maar als je het zo doet en je maakt je hand open en je zegt, je haalt hem eraf. Ja, ja, dat zou ik denk ik toch niet doen. Ja, dat is fraai. Heel fraai. Absoluut. Heel mooi effect vind ik zelf. Ring flight. Dus er zit een... je krijgt de sleutel, je krijgt de ring, je krijgt de flight en je krijgt een hele eenvoudige eigenlijk tutorial. Hij legt je uit hoe het werkt en that's it. Ja. Hij laat je de basisversie zien en een uitgebreide versie en that's it. Mooie truc. Ja.
Dus .nl. Oké. Okay. Hey, ik heb hey. Ja, we hebben natuurlijk nog een kaarttruc en we hebben nog wat anders. Zie je dit balletje? Ja. Dit is echt een heel leuk balletje. Dat balletje dat kan namelijk stuiteren. Ja. Oh, dat is wel. Zie je dat? Nou hoor ik je denken, ja, wat maakt het? Ik ga heel eventjes dit een beetje iets naar achter schuiven als dat lukt. Zo. Want ik heb gemerkt dat die, de truc heet bounce, no bounce ball. Ja. Maar, oh. Nou, daar ga je al. Kan ik eigenlijk meteen mijn koffie halen. Ja. Dus de truc die heet bounce, no bounce ball. Ja. Maar het leuke van deze bounce, no bounce balls is als je blaast. Kun jij hem voorzichtig eventjes op het hout laten stuiteren? Heken? Ja. Oh, dat is niet echt indrukwekkend, hè? Dat, wacht even hoor. Dat, ja, het werkt wel. Ik heb het echt een pikken jij, hè? Nee, ik heb helemaal niet meer. Leg maar, ja, wacht. Maar dat we eigenlijk ook gewoon zo kunnen doen. Ja, hop. Ja. Paniek! Paniek! Wat ligt hier nou helemaal weer? Auw. Ik heb hem hier al. Heb hem al? Ja. Wat een chaotische uitzending. Staat het hier nou? Ja, staat het, is gek. Jongens, dat was mooi. Nou. Dus dit is het idee. De bal die stuitert niet. Of, als je wil, stuitert de bal wel. Wel. Ja. Raar, want het heet bounce no bounce balls. Dus zou je zeggen dat het meervoud is. Ja. Maar ja, je hebt natuurlijk maar één bal. Ja. Toch? Ja. Eentje die stuit het en eentje die stuit het niet. Dat is eigenlijk, ja. Dat is eigenlijk het idee. Je kan hier duizend... Het is een hele oude truc. Ja. Volgens mij heb ik mijn eerste versie denk ik van Dell gekocht op de lezing bij... Magic Art Center. Magic Art Center, ja. Ja. Volgens mij heb ik daar toen voor het eerst die Bounce No Bounce ballen gekocht. Want volgens mij had hij dan een klei versie. Ja. Weet je dat nog? Ja. Dus dan was je klaar en dan kon je met mijn hart. Had die hele speciale klei bounce stuiten dingen, weet ik veel. Ja. Hey, maar bounce en bounce, heel oud. Je kunt er heel veel dingetjes mee doen. Maar het blijft wel leuk om te doen hoor, dit. Zeker weten. Wat ik wel eerlijkheidshalve wil zeggen, is dat de no bounce bal... Ja. Ik kan me herinneren, als je vroeger die bal keihard op de grond gooide, dat ding... Pof! Je lag dood. Ja, deze niet. En deze, die stuit het toch wel ietsjes. Ja. Het is niet veel meer, want je ziet het vanaf, nou ja, wat zal het zijn, 30, 40 centimeter, legt hij in principe wel meteen dood. En als je deze kijkt, ja, dan zie je wel duidelijk dat hij echt stuit het. Dus het verschil is wel gewoon heel goed zichtbaar. Hoe doet hij dat? Dus dat is op zich wel heel leuk. Maar vroeger weet ik dat ze paf, waren ze echt dood. Dood is een pier. Dus die dan kon je echt, als je die dus, dan... Maar we doen het nu ook op een kleine afstand, hè? Als je het op de vloer doet, is staat het al veel indrukwekkender. Klopt. En meestal wat ik zelf inderdaad doe, dan sta ik en dan gooi ik hem en dan zeg ik, jongens, dan komt hij goed omhoog, komt hij op en dan als je de volgende gooit, dan komt hij maar zo'n stukje. Komt hij even goed wel. Maar hou daar wel even rekening mee, dat je niet zegt van, nou, hij stuit het helemaal niet. Hij stuit het alleen niet. Ze zijn in het wit. En, in het geel? Ja, en in het zwart. Alleen de zwarte zijn al heel lang niet leverbaar. Dus hebben ze geadverteerd met, we hebben drie kleuren, zwart, wit en geel. En zwart heb ik nog nooit ontvangen. Van hun, nee. Die gele ballen zijn ook wel heel leuk. Die verkoop ik eigenlijk het meest, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus geel is iets meer in trek. Oh, er zitten er twee in. Dus een reservebal, denk ik. Ja. Dus die zijn, die zijn in het geel. Ja. Ja. Nou ja. Waarom kan je er 1 naar 2? Ja, ja, reserve. Oh, reservebal. Voor het geval dat de ene niet meer stuit. Goed, dan heb ik nog voor jou een truc en dat heet My Coloring Deck. De laatste truc is My Coloring Deck. Ik ga hem ietsjes anders doen dan hoe die uitgelegd staat in de uitleg en in de trailer. Oh, oké. Nou. Omdat ik... wacht even. Oké, My Coloring Deck. Ik ga hem dus anders doen dan in de uitleg en in de trailer, omdat ik vind, ik denk dat dat een logischere truc wordt. Oké. Dat is mijn idee, mijn gevoel. Ik heb hier een spelkaarten
En dit is op zich... Oh, dit is een rood spel. Dat maakt eigenlijk niet zo gek veel uit voor de truc. Behalve dat het rode kaarten zijn. Ja. Aan de achterkant. En aan de voorkant zijn dat natuurlijk gewoon normale kaarten. Ik haal eventjes, dat had ik van tevoren even moeten doen, de jokers eruit. Want ik ben zelf niet zo'n onwijze fan van jokers, normaal gesproken. Dus die had ik, normaal doe ik dat van tevoren, maar dat maakt niet zo gek veel uit. Jokers gaan heel eventjes in het doosje. Boop, boop. En ja... Normaal gesproken, ik had tegen jou gezegd, pak maar een kaart, ja, weet je wel. Maar dat ga ik natuurlijk niet doen. Ik gebruik namelijk in dit geval heel eventjes de vrouw. Ja. Ja? Deze vrouw is namelijk een speciale vrouw. Als je namelijk heel goed kijkt, dan kun je zien dat je zo heel langzaam de inkt eruit kan schudden. Geinig, hè? Dit zijn dus de dingen waar je op camera zie je helemaal niks van. Nee. Maar dat is superleuk natuurlijk, want als je op camera niks ziet, dan hoef je ook verder niks te doen. Maar als je de inkt eruit schudt, dat is op zich wel heel grappig. Want als je nou een keertje blaast, dan is het niet alleen deze kaart waar je de inkt uit schudt. Maar ook bijvoorbeeld deze kaart. Zie je dat? Oh ja. Dus die harte 6. Ja. En hier hebben we bijvoorbeeld de klaver 2. Zie je dat? Geinig, hè? Hier. Mooi, hè? Maar niet alleen deze kaart. Nee, het volledige spel kaarten is op die manier... Zeg maar speciaal. Zie je dat? Ik hoop dat je het kan zien. Ja. Geinig, ja, hè? Ja. Maar ja, daar heb je natuurlijk helemaal niks aan. Want ja, wat moet je hier nou mee? Dus gelukkig kan je nog één stapje verder. En dan pak je die zwarte inkt. Je doet even zo. En dan heb je hem dus volledig wit. Alle kaarten zijn bijna volledig wit. Zie je dat? Helemaal wit. Dus dat is op zich wel een leuke truc. En hier kan ik... Oh ja... Die jokers zijn natuurlijk ook wit. Dus ja, hier kan je eigenlijk helemaal niets meer mee. Ik weet niet of je wel eens een truc hebt gedaan met witte kaarten. Ja. Ja? Nou, ja. Ik niet. Dus hier doe ik niks mee. Gelukkig heb ik nog een ander spel kaarten bij. En ga je het volgende doen. My Coloring Deck. Normaal gesproken begin je met een wit spel. Maak je ze outlined. En gaat die naar een gekleurd spel. Ah. Jij doet hem andersom. Ik doe hem andersom. Want dan eindig je met een wit spel. En dan zeg je, nou, hier kan ik niks mee. Dus stop je ze weg. Ja, ja, slim. Ik weet niet of dat slimmer is, maar... Nou ja, dan heb je een reden om weg te stoppen en anders een spel te pakken. Nou ja, als je nog een kaart wil doen, dan is het raar als je daarna zegt, nou, je kunt het spel niet uit handen geven. Nee, dat vermoedde ik eigenlijk al. Tenminste, het kan wel. Maar? Maar er zitten wel een aantal convincers in. Er zitten wel, en dat heb ik nu eigenlijk niet gedaan, dan kan je bijvoorbeeld wel zeggen van, je kan er wel een aantal uit handen geven. Ja. Zie je dat? Dus dat is allemaal wel te doen. Dus, maar ja, nogmaals, ik vind het wel een heel mooi spel. Ik vind het een heel apart spel. Ik heb dit nog nooit gezien. Nee. En dat is... als je hem zo doet, is hij ook instant reset. Dus nu kan je hem wel weer van wit naar gekleurd doen. Maar dat zou ik mezelf niet doen. Nee. Leuke truc. Ja. Niet duur. 13,5 euro. Nee, dat is zeker niet duur. Voor een speciaal gedrukt spel. Volgens uit te leggen, weet ik wel. Ja, ik... Erg goedkoop. Misschien heb ik nog ergens een tikfout gemaakt, maar volgens mij zijn ze 13,5 euro. Tenminste, volgens nog. Dus. Nou, leuk. We zijn er doorheen. Ja. Hey, als je nou eens een keuze zou maken, welke truc zou jij dan kopen? Nou, Nee. Ik zou de Ringflight en de Algorithm. Ja. Nou, Algorithm heb je al. Ja. Weet ik. Maar de Ringflight vind ik erg fraai. Ja. 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 Goed. Het was eigenlijk meer een grapje. Ik hoopte dat je zou zeggen, toen had je van mij die ballon mee naar huis mogen nemen. Nee, ik hou niet van grapjes. Nee, ik hoop niet. Ja. Nee. Hey, dat was hem weer. Ja. Volgens mij hebben we geen agenda dingest. Nee. Nou, koop Nederlands congres in oktober. 5 en 6 oktober. Koop kaartjes. Ja, 5 is 's avonds, hè? Dus alleen zaterdagavond volgens mij. Ja. Maar dan is wel Dani d'Artiester. Dit is de zaterdag ook, alleen zaterdag staat hij volgens mij alleen in de show. Ja, en de dag daarna geeft hij een lezing. Oh, ik dacht andersom. Hij geeft dus alleen een lezing die dag. Hij geeft volgens mij, er is een close-up show op zaterdagavond. Ah, nou ja, weet je het? Ik heb al geboekt. Ik ook. En als je van plan om te gaan, boek dan nu. Ja, weet je, het punt is, we hebben het wel een hele discussie over gehad. Mensen moeten iets organiseren. En om dit te organiseren... Heb je gewoon veel geld nodig. Hebben ze gewoon centen nodig. Ze hebben ze geld nodig. En dat geld dat moet komen van de mensen die een kaartje kopen. En hoe meer mensen op tijd een kaartje kopen...
dan weten ze, wat ze dat ze nog verder kunnen doen. En als iedereen wacht van, we doen het wel op het laatste moment, is dat natuurlijk ook niet echt helemaal top. Dus check eventjes deze website. Volgens mij kun je daar rechtstreeks kaartjes kopen. Of in ieder geval staat er vast wel ergens een link of iets dergelijks. En anders bel of mail je me gewoon eventjes. Dan kan ik jou de juiste link bijzetten. Het is geen Magic Shop congres. Dus ik heb er verder niks mee te maken. Ik sta er ook als een dealer. Maar nogmaals, het is pas in oktober. Maar reserveer gewoon nog vast. Dat is voor de organisatie wel zo prettig. En dan hebben we natuurlijk nog Boulevard of Magic. En daar weet ik even niet wanneer het was, maar ik dacht iets van 31 juli. Of... Ik weet dat het in de zomer was, want vorig jaar ook in de zomer. Maar dat staat hieronder. Ik zie het staan. Maar wel erg leuk altijd. Staat goochelwedstrijd, ook NK trouwens. Ja, ik ben vorig jaar geweest. Ja, en ik toevallig niet. Nee, jij niet, ik heb het niet gezien. Maar het was heel druk. Ja. Het was wel heel druk. Ja. Dus superleuk. En ook dat zijn gewoon dingen. En daar mag je wel gratis heen. Ja. Dus dan moet je gewoon, hoef je geen kaartje voor te kopen. Nee. Dan kan je gewoon heen. Hey, bedankt voor het kijken. Ja, en tot volgende maand weer. Joi. Ik heb nog een koffie gehad.